Rotterdam is de perfecte stad als je jong bent en ambitie hebt. Ik vind mensen die op de bank zitten en niet willen werken, maar wel kunnen werken, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Die kunnen van mij het land uit. 7 jonge ondernemers nemen mij mee in hun unieke levens. Met mijn bedrijf probeer ik absoluut de Kim Kardashian-stijl te launchen in Rotterdam. De Rotterdamse mentaliteit is niet lullen maar poetsen. Dus je moet heel erg hard werken voor die centen. Rotterdam, de stad van hard werken, normaal doen en geen poppenkast. Vandaag herstellen Koen en Gigi van drukke tijden. Staat Kees Jan stil bij de echt belangrijke zaken? Je moet dat goede vrienden uitzoeken. Ik zoek er nog 2 eigenlijk. Eentje met een vliegtuig en eentje met een boot. Gaat Shebika tijdens het feesten op zoek naar nieuwe klanten? En Koen en Gigi laten de kurken knallen voor daklozen. In het drukke bestaan van Koen en Gigi komt gezondheid niet altijd op de eerste plaats. En vooral met een flinke kater is een vitamine-infuus meer dan welkom. Ik wil een vitamintje gebruiken. Nou, ik ook. Ik heb ook wel een kater. Oeh. Hoi, Gigi. Hoi, Koen. Hoe is het? Ja, goed. Gezellig. Is jullie lekker een glaasje champagne? Ja, heerlijk. Ja. Dubbel zo mijn bed uit. Zal ik de jas aannemen, heren? Ja, graag. Ze hebben allebei een camel en cognac. Zo, kom op. Hoi, vriendin. Wat gaan we vandaag doen? Ik kan wel een vitamintje gebruiken. Een vitamintje. Oppeppertje. Drukke maand. Drukke maand, en, inderdaad. Nou, veel te gisteravond veel te is het ook weer te gezellig. Dus dat kan ik ook wel weer gebruiken. Dus eigenlijk een combinatie. Prikken maar. Jongens. Oh, heerlijk. Doe me net gewoon of je bij de GGD zit. Oh. Zoek meteen tegen malaria, schat. Ja. Of was je weer in je tent liggen in Noord-Afrika. Je moet gewoon ontspannen. Gaat hier of niet? Ja. Het is alweer geregeld, Koen. Top. Gaat het? Ja, zuster Clivia. Ja, gaat het goed. Bij jou gaat hij de anaal in, hè? Fijn. Ja, maar bij mij blijft hij ook zitten. Bij mijn vriendin valt hij er meteen weer uit. Is net een oude kasteelputs. Oh. Gewoon ontspannen adem blijven halen. Ja, hoor. Neem je hem zelf mee? Ja, hoor. Kom op, vriendin. Ja. Dank je wel. Heerlijk, hoor. Dat is wel een peuk. Ja. Hey, boys. Nou, kijk eens wie we daar hebben. Hey, Ruud. Zondagochtend aan een champagne en het infuus. Leg heerlijk uit. Heerlijk. Het is goed voor je huid. Flinke dosis energie. Ja, maar dit vinden jullie ook wel normaal? Nou, normaal, normaal ja, is anders. Is normaal, maar ja. En wat kost het eigenlijk, dit? Weet ik niet. Daar heb ik niet naar gekeken. 380? Toch? 380? Ik dacht 200, maar... Dat is gewoon het instapmodel. 380 euro. Ja, per zak. Ja, per zak. Om even van de kaart af te komen. Onder andere, als je het druk hebt en je hebt niet genoeg tijd om gezond te eten, dan kan je dit gebruiken. En dat hebben jullie het, hè, druk? Ja. Ja. Hoe lang duurt dit, jongens? Nou, een half uurtje, 3 kwartier, dan kan je weer de stad in. Dan ga je weer de stad in? Gaan we weer gezellig de stad in. Ga je doen dan? Nee? Gaan we gezellig even, weet ik, even borrelen. Lunchen dus, en... Goh, beetje winkelen. Even borrelen. Ja. De 23-jarige Jolique is met haar 2 PA's op weg naar Parijs. Een belangrijke dag, want Jolique presenteert haar bedrijf I Love Fashion Bloggers aan de internationale blogwereld. Ik snap er geen reet van, dat is echt 50 minuten. Oké, 300, gaan. We zijn in de Buddha Bar Hotel in Parijs. En we gaan vandaag hier in de binnentuin gaan we een brunch hebben... voor de soft launch van die netwerk van I Love Fashion Bloggers. Ik hoop dat alle meiden kunnen komen. Maar we hebben in ieder geval een goodie brunch in de binnentuin. Oké, dat hadden we dus al op kantoor kunnen doen, dit. Niet. Die meiden zouden de goodiebags klaarleggen... zodat ik me nog eventjes kon voorbereiden. Alleen ja... Daar was niet helemaal over nagedacht, omdat sommige dingen nog uitgepakt moesten worden. Dus
baal daar wel een beetje van. Even opletten, meiden, want het gaat te langzaam. En ik vind het echt verschrikkelijk als die meiden dus zien wat we aan het doen zijn. Het is echt heel armoedig. Nou, het is natuurlijk wel spannend, want het is Parijs Fashion Week. Dus uit ervaring weet ik dat als je erheen gaat, ben je super druk. Want je gaat van show naar show naar show. Dus ik hoop dat alle meiden kunnen komen. We love the location. Ja, de locatie is wel echt waanzinnig. Dus ze mogen nu komen, anders gaan we heel erg sip zijn. Ah. Ja, toch? Ja. Hi, Julique. I love fashion bloggers. Bloggers zijn meiden die hartstikke leuk zijn, want ze reizen de hele wereld rond. Maar het is natuurlijk wel een apart soort meisje, want die zit heel dag op de telefoon. Dus het eerste wat ze doen is een foto maken. Thank you all for being here. We're not only here to celebrate Paris Fashion Week, but also the network, which we will launch at the end of this month. And we would love if you want to be ambassador of the network. So thank you and enjoy the brunch. Ik ben onwijs blij met deze mini-lancering. Cheers. Het was een mooie proef om te kijken wat die mensen ervan vonden. Dus wat dat betreft zeker geslaagd. Koen en Gigi zijn ook vandaag weer druk met een nieuw initiatief. Nou jongens, primeur vandaag, want jullie gaan iets goeds doen, geloof ik. Ja, Rotterdamse daklozen. Dat we dat nog ooit mochten meemaken. Maar dat doe je natuurlijk wel om gewoon weer even te kunnen laten zien dat je daarna weer... Nee, hou op, helemaal niet. Sowieso. Het is gewoon goed om goed te doen voor de mens. Hebben we vaker gedaan? Nee. De eerste keer? Ja, je hebt een primeur. Mijn zus was verveeld. Wat gaan we koken, jongens? Vooraf hebben we tonijntartaar op een beetje van rucola met wasabi mayonaise. En daarna een dessert van yoghurt met gebakken banaan. Ben je te lachen? Wat krusli en honing. De lekkere trots hebben, vriendin. Ja. Maar jij dacht, ik moet ertessoep, dat het past bij daklozen. Nou, nee, ja, ik denk dat... Ertessoep. Dat lusten ze tenminste. Hij maakt zelf alleen een cracker met brie. Verder komt hij niet. Nee, nou, het is toch hartstikke leuk. Nee, laten we niet maar rucola nemen, want dat is niet zo gezellig. Kokkieën op de tonijn nog. Is dat leuk? Ja. Je hebt er toch even stand van, dus ik weet niet waarom ik het vraag eigenlijk. Ik ga tonijntartaar maken voor 5 personen. Ja, voor 624 gram. Dus ik denk dat het wel wat meer mag zijn. Dankjewel. Geen kapucijnes, hè, kappertjes. Nee. Kan je niet met ons meelopen? Dat is makkelijker. Ik kom best meelopen. Oh, lekker. Joh, kijk uit. Oh, lekker, meid. Truffel. Nou, dit is altijd gezellig op een tafel. Knoflook. Zijn we er zo, jongens? Ja. Ja. Klaar? Ja. Rut, kan je niet vast gaan inpakken? Ja, kan je niet helpen. Moet ik inpakken, ja? Ja. Zo. Nou ja, niet lullen, maar poetsen. Zo. Nee, hè? 257,22 euro. Nou, dat is netjes. Wil je dragen, hoor, Rut? Nee, hoor, Rut. Kom wel goed. Ik ben benieuwd wat jullie ervan maken, jongens. Ja. Het is helemaal leuk. Vastgoedmagnaat in de Dop, Kees Jan, werkt bijna 7 dagen per week. Dat houdt hij alleen vol als hij zo nu en dan tijd inruimt voor een goed glas wijn. We gaan nu even een wijntje drinken bij Café 108. Maar op de vrijdagmiddag is het hier altijd prima gezellig. Het is nu geen vrijdagmiddag, hè? Het is nu donderdag. Maar we gaan toch even lekker. Heel toevallig ben je er nu ook. Heel toevallig zijn we er nu ook. Nou, cheers, hè? Proost. Lijkt wel sherry dit, joh. Zo donker. Schrikkelijk. Je hebt gewoon een bepaald soort type mensen in Nederland. Die vinden een hele hoop dingen vinden interessant. Alleen die kijken niet verder dan het interessante. Dan heb je twee typen. Je hebt de mensen die het doen. En je hebt de mensen die erop afkomen. Ja, dat zijn dezelfde mensen die een Porsche Cayenne bestellen, 2007 model. Ja. Maar 2015 velgen onderzetten. En dan moet het een nieuw model lijken. Dus eigenlijk heeft hij een te grote broek, zegt hij al. Ja. Nou, en dat vind ik ook bij mensen die flessen bestellen en die met horloges aan het zwaaien zijn. Heb je dat van je vader? Ja, misschien heeft dat wel met opvoeding te maken, ja. Ik denk dat als je ouders graag te koop lopen en pronken, dat je dat automatisch meeneemt. En je denkt, als je hele ingetogen ouders hebt, dat je daar zelf ook ingetogen van houden wordt. Vind je ook niet soms dat je in Nederland een soort van cultuur is dat je moet schamen voor succes? Ja, dat is hier in Nederland heel erg. Maar daar hou ik persoonlijk wel van. Ja, ik ben zelf ook, ik schaam me er niet voor. En ik vertel er graag over. En ik vooral in een motiverende zin, weet je wel. Van jongens, kom op, het kan. Maar ik hou ook wel van iemand die ingetogen is. Heb jij een Ferrari? Nee, ik heb zelf geen Ferrari. Maar je rijdt er wel eens in, toch? Ja. Je moet dat goede vrienden uitzoeken, hè, zeggen ze. Dus ik zoek er nog 2 eigenlijk. Eentje met een vliegtuig en eentje met een boot. En dan wil ik dat zelf niet meer aan te schaffen. Nou,
onze boodschappen zijn binnen. Yes. En nu? Nou, we hebben contact opgenomen met de Nico Adriaanse Stichting. We hebben 3 mensen bereid gevonden die het zo leuk vonden om met ons te komen eten. Hallo. Hallo. Goedenavond. Mijn naam is Koen. Hallo. Hallo. Hoi, Koen. Sebastian. Zo, zijn jullie er klaar voor, jongens? Een diner van Koen en Gigi? Ja, natuurlijk. Wij staan er klaar voor. Ik zeg mooi opgedekt, lekker kleurrijk. Ja, dat dacht ik ook. En lekker warm ook, hè? Lekker. Wat is jullie lievelingseten? Ananasbakken. Asperges. Ja, een stukje vlees op. Een stukje vlees. Nou, het zit alle drie, hebben we het niet. Er zit genoeg vis. Oh, heerlijk. Pak je spullen als je nog iets bij je hebt. Ja. Dan gaan we naar locatie. Zo. Ja, we zijn er. Nou, dan gaan jullie je ogen uitkijken, hoor, jongens, in dit appartement. Ja, dit wordt mooi, hoor. Is dit mooi, jongens? En vanaf deze plek kijken Koen en Gigi op iedereen neer. Van mijn suikeroom. Lekker warm. Hij is er fijn. Zo! Ik had toch een bubbel? Ja? Ja? Gezellig. Ja, op een hele gezellige avond. Je had dat ooit gedacht dat ik hier terecht kwam, hè? Zeer bijzonder. Echt. Het is niet te betalen, zoiets, joh, voor ons. Ik heb 200 euro per maand besteed, dus dat is dit wel. Ja. Nog niet eens, weet ik, 10% of zo, weet je? Nog niet eens, 5. Heel bijzonder. Wat een uitzicht. Fijn, hè, G, dat we dat zo leuk kunnen doen. Leuk, hè? Ja. Op onze eigen manier iets terugdoen aan de wereld. Het hart van Rotterdam. De zwangere Kimberly Bo weet exact waarom haar winkel zo succesvol is. Door middel van selfies is Lof heel bekend geworden. Hallo. Hi. Wat voor dag wordt het? Waarvoor heb ik champagne bij me? Ik ga met verlof. Geen selfies meer van Kim, dus de voorlopig niet. De zaak kunnen we ook gelijk opdoeken bij deze. Ja, we sluiten gelijk de zaak. Nee, nou, ik zou zeggen, Joey, open maar en spuit hem maar door de zaak. Ja, want dat is de traditie, nee, toch? Nee, dat sowieso niet. Maar ik wil nog heel even jullie aandacht. Ik wil natuurlijk wel dat het op rolletjes loopt als ik er straks een paar weken niet ben. Ik hou het natuurlijk een beetje in de gaten achter de schermen met social media en Facebook dat dat allemaal gebeurt. Met de winkel gaat het goed en dat wil ik natuurlijk wel zo houden. Dus ik moet nog eventjes gaan kijken hoe we dat een beetje gaan regelen. Als er iets gebeurt, mij gewoon bellen. Ook al denk je dat het niet kan, gewoon bellen. Jullie zullen me vast stiekem tussendoor nog wel even zien, hoor. Want het verlof is natuurlijk niet echt verlof voor mij. Maar ik ga jullie missen. En zodra die kleine er is, kom ik natuurlijk wel weer even. Kijk, dan kan die als de beste, hè, dit. Ja. Geloof jij dat die zwangerschapsverlof? Of denk jij dat ze gewoon toch doorgaat? Weet je wat ik nou wel samen, weet je wat ik 's ochtends doe? Ik doe 's ochtends als ik wakker word, doe ik haar wekker uitzetten. Anders dan blijft ze doorslapen. Anders staat ze om 10 uur hier voor de deur. Ja? Ja. Zet gewoon de wekker uit en dan komt ze eindelijk een keertje om 1 uur naar de zaak. Dus dat wordt even tandenknars deze periode. Ja, maar ik denk als die kleiner is, dat ik mijn handen vol heb. En ja, wie weet kom ik wel helemaal niet meer terug, joh. Wie weet. We verwachten hem in december. Voor ons een heel spannend momentje waar we echt helemaal naartoe leven. En we kunnen niet wachten om hem te ontmoeten eigenlijk. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd nu. Lijkt hij op Joe? Lijkt hij op mij? Laten we niet hopen dat hij op Joey lijkt. Deze kloppen gozer erbij. Op Kim en op de baby, hè? Yes. Jullie zoon. Proost. Cheers. Hoppakee. Gezellig. Ik heb een onwijs drukke dag gehad. En wat hebben jullie nou dan gedaan bijvoorbeeld vandaag? Nou, dan sta ik om 9 uur ergens voor de deur te wachten tot die open gaat. Ja. En Wim, hoe komt dat dan allemaal zo? Jan. Oh, ik zeg Wim. Ik zeg heel de tijd wel Wim. Sorry. Hoe komt u dan zo op straat? Als je overtredingen maakt en je kan het niet betalen, dan kom je automatisch klaar te zitten. En als je langer dan 3 maanden in de gevangenis zit, ben je ook je huis kwijt. Uiteindelijk wil niemand toch leven, precies. Nee, dat lijkt me niet. Ja, dat is een samenloop van omstandigheden. In ieder geval vanavond lekker gezellig. Ja, gezellig, zeker. Deze vorst moet je ook eens even proberen, die is lekker hard. Heerlijk. Ik zal alles proberen. Ga eens even kijken hoe mijn zus Gigi het doet in de keuken. Kom maar.
Koen, 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 Koen. De een zegt geld, de andere man niet, maar wij zeggen Koen. Ja. Goedenavond, weer een nieuwe aflevering van Natte Nichten in de Keuken. G, wat gaan we lekker koken vandaag? We hebben vooraf een tonijntartaar op een bedje. Nou, hartstikke leuk. Oh, we moeten ook die kokkiers nog grillen. Oh. Ligt het in de koelkast? Ja, meestal ligt vis koud, ja. Oh ja. Als je nou mocht kiezen, zou je dan willen ruilen eigenlijk met hun leven? Of zeg je van, nou... Het lijkt me een hele omschakeling in je leven. Ik geniet veel te veel van mijn vrijheid en van mijn dingen die ik doe in dagelijks leven. Ga nou die dingen grillen. Ja, hoe... Oké. Okay. Dat, nee, dit is teppanyaki. Ja, dat snap ik. Waarom maak je deze vrij dan? Ja, ik kan toch niet grillen, G. G. Doe jij even die geel en zo. Ik snap allemaal niet hoe dat werkt. Ja. Het is niet dat het allemaal heel snel gaat. Hè? Nee, maar je wilt het wel leuk. Maar je wilt toch gewoon ook kwaliteit? Ja, maar god, er zitten 3 daklozen op de bank. Maar die hebben honger. Zullen we toch gewoon voor vermogen? Gaan kaas op de tafel. Ja. Mijn naam is Shebika en ik heb een online webshop boutique. Met mijn bedrijf probeer ik absoluut de Kim Kardashian stijl te launchen in Rotterdam. Shebika doet de verkoop van haar kleding normaal online. Maar om de webshop een boost te geven, opent ze vandaag haar pop-up store. En natuurlijk is haar vader ook weer van de partij. Shebika, hè? Je weet het. Ja, hij moet alles op kinderen. Het is de allereerste keer dat ik de pop-up store op heb gezet. En het is een leuk avondje voor de meiden om even onder genot van een drankje en een lekker koekje bij mij te komen shoppen. Dus dat is wat je normaal op internet verkoopt. Daar huur je voor 2 dagen een winkel. Ja, ja, je hebt natuurlijk heel groot bereik op social media. En mijn orders gaan hartstikke goed. Maar nu is het ook wel leuk om een oog in oog te staan met je, ja, met je, ja, klanten. Ja. Nou, het wachten is op de klanten, hè? Nog een kwartiertje. Kwartiertje. Hoi. Oh, cheers. Ook heel veel nerves. Nog meer jaren of veel, veel succes. Ik ben heel trots op jou. Dankjewel. Wie is dit? Dit is mijn BF. Zij was erbij bij de verloving ook, als verrassing was ze gekomen. Ja. In Curaçao. In Curaçao. Ik ben echt heel trots op haar. Is je haar? Dat is ze nooit zo gezegd tegen mij. Oh. Dus jij bent de beste vriendin en je komt helpen hier vandaag? Ja, ik kom vandaag helpen, een beetje verkopen, de klanten helpen. Leuk. Nou, Shebika, die is helemaal leuk. U bent de kassa vandaag. Ik mag vandaag de kas draaien, ja. Het is wel opvallend hoe betrokken u bent bij wat uw dochter doet. Ja, ja. Dus ik probeer van de achtergrond een beetje te kijken wat ze doet. En waar nodig is, in te springen. Het is nu 5 uur, u bent hier dan. Komt ook omdat u dan zelf vandaag niet meer hoeft te werken. Nee, vandaag hoef ik gelukkig niet te werken. Waar hoeft ze eigenlijk nooit meer te werken? Nee. Ik blijf werken. Hi, goedemiddag. Hallo, als jullie het leuk zien en willen passen, kunnen jullie gewoon passen in de paskamer. Wat is jouw ultieme droom als je vergeleken wil worden met iemand? Op modegebied qua zakelijk, denk ik wel Zara. Ja. Zara? Ja. En Zara is volgens mij de rijkste man in de wereld qua kleding. En dat spreekt aan? Nou, nee, het gaat niet bij mij om het geld, maar het is leuk als jullie een mooi bedrag aan overhoudt. En Kim Kardashian, daar wil je toch een maar beetje... Stel, bij. Maar ja, stel. Toch? Hebben we een koper, Shebika? Ja! Hoppa! Happy customer! Yes. Je moet met wisselgeld even opletten, want hij zit in het vastgoed. Ja, nee, ik heb... Wolle, is dit een tasje? Doe ik een tasje voor je? Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Doei, tot ziens. Zo, hey. Hi. Eerste winnen, hè? In huizen Koen en Gigi kan het dakloze diner dan eindelijk beginnen. Zo. Mag u een servet weghalen, meneer Kastgaan? Oh, ja, natuurlijk, sorry. Gaat mijn zus eens even vertellen wat ze heeft gemaakt. Nou. Voor u heeft u een tonijntartaar met wat sojasaus, een sesamzaadje erdoorheen, op een bedje van wat sla, wasabi mayonaise erbovenop, peper en zout en een koekier. Dank Gigi, dank u. Hey! Hoppakee. Heel wat kan. Nou, Gigi, dit is heerlijk. Heerlijk, hè?
Als je in de prullenbak had gelegen, had ik te denken, heb ik wel uitgehaald. Ja. Toen ik net stond te koken, hoorde ik een van u zeggen van... ja, ik ben ook wel blij met de vrijheid die ik heb op dit moment. Ik weet niet wie dat was. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je gewoon je boodschappen kan betalen... en dat je een huis voor jezelf hebt. Je zit je nou ook wel een beetje anders voor te doen dan je bent. Nee, helemaal niet. Maar ik ben ook 24/7 het liefst... op de Stand van de Ré in Parijs. Ik zeg maar, zo werkt het leven niet. Het is moeilijk om er een mening over te geven, maar er kunnen werken. Er is altijd wel, denk ik, ook iets geschikt voor jou. Jij zei onderweg hier naartoe al van, ja, ik wil niet graag in de ochtend werken of zo. Je kan ook ervoor kiezen om hier de Rotterdamse Markt op te bouwen, 's avonds. Met mijn 15 had ik ook mijn eerste baan. Maar plotsklaps kan het in het leven verkeren. En dan... raak je dakloos. Maar snap je wat als die zegt, je moet meer doorzetten misschien? Ja, het is om eruit te breken? Ja, het is een kwestie van doorzetten. En ook de kansen moeten er voor je zijn. Hè? Ik vergelijk het een beetje. Kijk, Koen en ik hebben bijvoorbeeld een zware tijd gehad... als in de tijd dat je op de middelbare school zit. Dat je een andere geaardheid hebt. Dat je een hele hoop moet doorstaan aan pesterijen en geweld. Op het moment dat je die cirkel uit wil en je denkt van ja, nu is het klaar... dan moet je dat wel zelf doen. Hebben jullie er nou wat aan, wat deze boys zeggen? Ja, dat ja? Klopt ook. Nou, dan vind ik het tijd voor gang 2. De fiancé van Shewika organiseert grote feesten. De mogelijkheid om nieuwe klanten te werven. We zijn vandaag bij Flirters in Amsterdam. En ik ben hier voor de branding van Girls and Herbs. Allemaal leuke modemus, net eigenlijk in production voor een leuke prijs. Echt waar? Ja, mijn vriendinnen zijn we allemaal Rotterdammers, zeker. Maar we zijn nu in Amsterdam. Nou, eigenlijk vind ik ook dat Rotterdammers ook al wat chiquer zijn dan Amsterdammers. Amsterdammers zijn toch wel wat meer casual. 3, 2, 1, go! Het is ook van mijn fiancé, van Brian. En het is vandaag ook 6 year anniversary. En het wordt groot gevierd met veel entertainment, vuurwerk en echte DJ's. Hoe bouw ik een goed feestje? Gewoon er lekker met mijn vriendinnetjes te proosten met champagne. En toch wel stiekem een beetje ook Girls and Herbs een beetje mee te nemen erin. Kijk eens. Oeh, lekker zeg. Nou jongens. Ja? Geeft het jullie nou een goed gevoel? Ja. Waarom? Omdat je toch iets terug kan doen aan de mensen die dit niet gewend zijn. En nou, ik denk dat het toch wel een leuke ervaring is. Dan maakt het natuurlijk ook niet uit in wat voor cirkel je leeft of zo. Een mens is een mens. Mooi gezegd, hè jongens. Zo. Heeft hij geoefend, hè? Heeft hij echt geoefend. Zal er voor de spiegel geweest zijn? Ja. Duif voor de spiegel, president. Ja. Chantal. Nou, de laatste ronde. Chocoladetaart met erbij een glaasje van krusli met boerenyoghurt, wat honing en banaan uit de oven. Mooi met z'n lepel, hè? Ja. Je mag kiezen. Oh, ja. Weet je wat het natuurlijk wel is vanavond? Dus jullie kunnen natuurlijk niet blijven slapen. Moet je nog uitzetten? Je... Nou. Ben je er klaar mee? Ben je er klaar mee? Nee. Nou, maar dat is wel de realiteit. Affectie tegen die mensen. Maar dan ben ik zo benieuwd. Heb je dan een slaapplek of heb je dan... Ja, ik heb 3 opties in principe. En als die 3 opties niet doorgaan, dan is het inderdaad buiten. En als het buiten is, waar is het dan? Ja, dan is het centraal meestal. Centraal of een warme plek op de Blaak. Maar dat probeer ik te voorkomen. Ja, ik vond het een hele gezellige avond. En ik denk, mijn zus Gigi ook en Ruts ook. Zeker weten. Dat is op z'n Rotterdams gezegd toppie. Ja, is dat. Nou. Toppie. En nu eruit. Nee. Sorry. En nu komt ie. Ik vond het wel stikken tof wat jullie gedaan hebben voor ons. Gosje. Ja, wat gevier. Om een zachte winter. Om een zachte winter.